welkom bij een nieuwe aflevering van de Elle Beauty Spy. Ik ben Maxine. En ik ben Laure. En vandaag testen we de Beauty Adventskalenders. Het aftellen naar kerstmis kan eindelijk beginnen en een adventskalender maakt het natuurlijk nog zoveel leuker. Chocolade adventskalenders zijn natuurlijk erg leuk, maar beauty adventskalenders zijn net dat tikkeltje beter. Wij hebben onze 5 favoriete beauty adventkalenders geselecteerd en die gaan we nu samen met jullie ontdekken. En ja, we gaan meer dan 1 deurtje per keer open doen. Allereerst de beauty adventskalender van NYX. Oeh. Het is een regelrechte sugar trip. Zoetigheid in. Aan jou de eer. 5. Round-up van kalender 1. NYX staat bekend voor kwalitatieve, maar toch betaalbare make-up. En dat is eigenlijk wat we ook in deze kalender vinden. Er zijn heel mooie highlighters. Lipsticks, lipgloss. En ook oogschaduw. Alles is heel schattig. En kleurrijk en fun. En alles heeft ook leuke namen, zoals Sprinkle Town of Paradise Fluff. Dus echt fun en happy en bubbly. En ook heel leuk om samen met je kleine nichtje of je kleine zusje te experimenteren eens dat alle cadeautjes eruit zijn. Ja, dat is waar. Van mij kreeg deze kalender een 8 op 10. Ja, bij mij ook. Oké, dan zijn we het met elkaar eens. Perfect. Van de adventskalender van Kiehl's hebben we grote verwachtingen. Let's begin. Zo, we hebben net eens door de Kiehl's kalender gegaan en ik moet zeggen, er zijn dagen waarop je heel blij gaat zijn, maar er zijn ook een aantal dagen waar je eerder zo'n meh gevoel gaat hebben. Bijvoorbeeld, je krijgt op een bepaalde dag een hele mooie, bijna full-size handcreme, maar op andere dagen moet je tevreden zijn met staaltjes, maar wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Is de almost full-size shampoo ook niet weerd. Deze kalender van Kiehl's, ondanks dat hij er echt heel leuk uitziet en soms mooie dingen te bieden heeft, maar sommige dagen ook echt veel minder. Dus een 7,5. Voor mij een 8, omdat het toch wel heel goede producten zijn. De film dat ze gewoon niet geven, hè? In de adventskalender van Atelier Cologne vinden we zeepjes, shower gel en parfum. Het ziet er heel erg elegant en chic uit. Ik denk ideaal voor mijn mama. Ja, luxueuze cadeautjes elke dag. De kleine douchegels zijn makkelijk om mee te nemen als je op vakantie gaat. Bijvoorbeeld naar een hostel waar geen toiletproducten aanwezig zijn. Dan neem je die gewoon mee. Om zijn hoge luxe gehalte geef ik deze kalender een 8,5. Van mij krijgt hij opnieuw een 8. De volgende adventskalender is die van QQ. En dat is een budgetmerkje dat verkrijgbaar is bij T. Het grote voordeel aan deze beauty adventskalender is dat het heel volledig is. Van nagellak tot oogschaduw tot blush. Echt letterlijk alles zit erin. Wat ook leuk is, is dat er accessoires bij zitten, zoals kleine penseeltjes en een scherper om potloodje bij te slijpen. En wat ik ook heel leuk vind, is dat er een palet in zit waar je de afzonderlijke spulletjes in kan steken en dat je eigenlijk een full-size make-up product hebt om nadien mee te nemen. Dit kreeg van mij zeker een 9, omdat het zo volledig is. Ik betwijfel of de kwaliteit van de producten supergoed is, maar omdat ik het een heel leuk, compleet cadeau vind, krijgt het van mij een 8,5. Last but not least, dit is de adventskalender van Rituals. En daar ben ik heel benieuwd naar, omdat die altijd heel leuke beautyproductjes hebben en verzorgingsproductjes. Dus let's dig in. Persoonlijk ben ik heel erg fan van deze adventskalender, want
De producten zijn echt wel deftig qua grootte. Ja. Plus, alles ruikt ongelooflijk goed. Mm-hmm. Er zitten ook producten voor mannen en vrouwen in, wat dat ook wel een pluspunt is. Ja. En eigenlijk het volledige assortiment van Rituals is aanwezig. En kan je zo uittesten en weten welke geuren dan of welke lijn je favoriet is. Ja, dus wat mij betreft is dit wel de winnaar, denk ik. Ja, duidelijk. Je krijgt van mij een 9,5. Bij mij ook een 9,5. Hey, beautykalenders zijn leuk, maar eigenlijk is aftellen naar kerst niet hetzelfde zonder gewoon de traditionele adventkalender met chocolade. Ready? Oh.